Alright, het is 12 uur. Ik ga beginnen, want volgens mij hebben we een chockvol programma. Laten we snel van start gaan. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze lunchsessie van de Apeldoorn Jeugd. Mijn naam is Juri Flerreman en ik ben een van de organisatoren vanuit Apeldoorn Jeugd. En heb de organisatie van deze lunchsessie op mij genomen. Ik ga het vandaag kort houden, hè, omdat we dus de tijd hard nodig hebben om het uur passend te krijgen. Toch een paar mededelingen voordat ik het woord aan Martin en Sander ga geven. Deze sessie is dus georganiseerd vanuit Apeldoorn Jeugd. En dit is een samenwerkingsverband van vier partijen uit Apeldoorn. Namelijk Belastingdienst, Kadaster, Postcloud en Luminus. En meestal vindt dan nu een soort aankondiging plaats voor de volgende, maar dit is de laatste sessie van dit jaar. En de planning voor begin volgend jaar is nog niet rond. En zodra hier meer over bekend is, zullen we dat wederom via Meetup en de bekende kanalen laten weten. Maar vandaar dus geen aankondiging voor een volgende sessie, maar die gaat ongetwijfeld komen. Dat gezegd hebbende geef ik graag het woord aan Martin en Sander en wens ik iedereen veel plezier met deze sessie. Ja, dankjewel Juri. Ben ik goed te verstaan trouwens? Even een vraag. Als ik niks hoor, dan ga ik ervan uit. Je bent goed te verstaan, ja. Zo. Leuk dat jullie in grote getale zijn gekomen voor deze presentatie over 15 jaar event sourcing. Het is een lunchsessie, dus wacht. Mocht je nog boterhammen zitten eten, eet smakelijk ook alvast namens mij. 15 jaar event sourcing, waar is eigenlijk deze titel vandaan gekomen? Ik werk voor Luminus en binnen Luminus delen wij regelmatig artikelen van Martin Fowler. Martin Fowler is een bekende auteur als het gaat om allerlei softwarepatronen, architectuur en dat soort dingen. En we delen ook intern regelmatig artikelen van zijn hand, ook over event sourcing, maar ook bijvoorbeeld over onderwerpen als CQRS. Heeft daar hele goede stukken over geschreven. En een tijdje geleden, een maand of twee geleden, zat ik te kijken en toen viel mij op, toen ik het artikel over event sourcing nog een keer opnieuw goed doorlas, dat het alweer 15 jaar geleden was dat hij dit artikel heeft geschreven. En dus altijd denk ik een aardige aanleiding om eens te kijken van hey, 15 jaar geleden, dat is eigenlijk al best wel een lange tijd natuurlijk. Wat is er eigenlijk in de afgelopen 15 jaar gebeurd sinds dit artikel? Dus we gaan in deze presentatie een stukje terugkijken. We gaan kijken waar staan we op dit moment als het gaat om event sourcing en ook technologieën en patronen als CQRS komen vandaag ook aan bod. En we gaan ook even vooruitkijken, wat gaat de toekomst allemaal brengen op dit vlak. Sowieso de moeite waard om de blog en de artikelen van Martin Fowler eens een keer te bekijken en te lezen. Dus bij deze alvast de tip. Kort iets over mijzelf. Ik ben Martin van Mierlo, dus werk als product manager voor Luminus Technologies. Meer dan een jaar op dit moment. Tussen alle coronagolven door werken wij in het hele mooie pand wat je rechtsboven ziet op de Regentesselaan in het hartje van Apeldoorn. En ik mag in mijn dagelijkse werk hou ik mij bezig met onze twee producten. Information Grid, dat is een modelgedreven dataplatform. En MediGrid, dat is een nieuw product wat we dit jaar hebben gelanceerd. MediGrid is ook een dataplatform, maar dan voor medische data, voor medische data-analyse op grote schaal. En daar hou ik mij dus mee bezig met de roadmap en de ontwikkeling van de producten. Ik vind het leuk als je mij misschien ook volgt. Ik publiceer regelmatig op LinkedIn blogs, artikelen of andere dingen, dus bij deze. En je ziet ook wat URL's naar onze producten. Ik doe deze presentatie gelukkig niet alleen en doe dat samen met mijn collega Sander Uiterlinde, die zich ook even kort voorstelt. Dankjewel Martin. Mijn naam is Sander Uiterlinde. Ik kom uit Deventer, zoals je wellicht wel ziet aan die mooie skyline in het plaatje. Dagelijks hou ik mij bezig met de softwarearchitectuur van onze Data as a Service platform, dus Information Grid. Daarnaast ook met onze open source componenten, die kun je terugvinden op amdatu.org. En ben ik committer op Apache Felix.
En daarnaast mag ik, ja, voor zover het toe doet, maar ontzettend graag fietsen. Dankjewel, Mark. 2005, 15 jaar geleden, hè, daar ging het vandaag over. Dat is een belangrijk punt. Maar je ziet een beetje in deze tijdlijn ook dat we eigenlijk nog wel wat verder kunnen terugkijken als het gaat om event sourcing. En vandaag gaan we het ook best wel vaak over CQS of CQRS hebben. Dat zal ik zo meteen nog toelichten. We gaan even nog wat verder terug in de tijd. Want we gaan terug in de tijd naar de tijd dat we nog achter dit soort grijze PC's zaten te werken. En we gaan terug naar 1986. Want dat was een jaar waarin Bertrand Meijer zijn nieuwe programmeertaal heeft gelanceerd met de naam Eiffel. En waarom is dat van belang? Omdat Eiffel een aantal principes bevat die eigenlijk de basis vormen voor het patroon CQS. Het is best wel een interessante periode waarin dit gebeurde, want dit was de periode waarin en ook talen zoals C++ ontwikkeld werden. Er ging heel veel aandacht naar objectgeoriënteerde talen uit en ook aardig dat Eiffel de basis heeft gevormd. Heel veel principes die in Eiffel zijn neergezet door Bertrand Meijer zijn de basis voor talen die daarna zijn gekomen, zoals Java en C#. Over Eiffel valt heel veel interessants te vertellen. Ik beperk me tot twee belangrijke principes die Meijer heeft geïntroduceerd. Het eerste is design by contract. Dus eigenlijk mensen die informatica hebben gestudeerd, die herkennen dit waarschijnlijk een hele formele manier om op te schrijven en te annoteren over als twee methodes of procedures informatie uitwisselen. Wat zijn de pre- en postcondities daartussen? Dus wat geef je weg aan data en wat verwacht je terug? En Meijer heeft dat principe geïntroduceerd om een hele formele manier en ook in zijn Eiffel programmeertaal ondergebracht. Dus daar was hij een van de eerste mee. En ja, eigenlijk is dat tegenwoordig de norm en de standaard ook geworden. Tweede belangrijk principe is command query separation. En dat zie je een beetje rechts heel simpel uitgelegd. En ja, als je het hoort, klinkt het eigenlijk heel eenvoudig en simpel. Je scheidt eigenlijk het lezen en het schrijven van elkaar op methodeniveau. Dus een methode kan eigenlijk alleen maar informatie wegschrijven of aanpassen. En nooit tegelijkertijd ook informatie lezen. Dus die scheiding van principes, die noemen we CQS. En Meijer is de eerste die dat heeft geïntroduceerd. En van hem kwam ook de bekende uitspraak: asking a question shouldn't change the answer. Dus dat was ook zijn kritiek op een aantal zaken. Ik zie trouwens dat ik niet de goede slide erbij heb. Excuses. Dus rechtsonder zie je het plaatje wat ik net toelichtte. Event sourcing heeft eigenlijk ook een oorsprong in zaken als command query separation die in 86 geïntroduceerd zijn. Als we nou even fast forward naar 2020, dan zijn er allerlei dingen natuurlijk gebeurd als het gaat om softwareontwikkeling, systeemontwikkeling, architecturen. En de opkomst van het internet is natuurlijk in de jaren 90 heeft gezorgd voor veel meer netwerkeffecten. Andere vormen van protocollen, die zijn weer doorgegaan ook in applicatiearchitecturen en meer messaging en SOA en dat soort ontwikkelingen zijn daarna weer gekomen. En inmiddels zitten we in een tijdperk waar streaming, ik wil niet zeggen de norm is geworden, maar ook volwassen is geworden, steeds meer ingezet worden in grote, grootschalige architecturen. En eigenlijk kun je zeggen dat door de tijd heen zijn een aantal dingen waar te nemen. Dus je kunt stellen dat het transactievolume extreem is toegenomen in de afgelopen 15, 20 jaar. De hoeveelheid transacties extreem toegenomen zijn, ook door natuurlijk de komst van internet. Maar ook dat het datavolume is toegenomen op ontzettend veel vlakken. Hè. De bekende termen als big data zijn er natuurlijk onderdeel van. Maar ook in het internettijdperk Web 2.0 zorgt ervoor zowel transactie als datavolumes. Een andere aantoonbare ontwikkeling is dat systemen en architectuur veel meer gedistribueerd zijn geworden. En ook onderdeel daarvan is dat in architecturen zaken steeds meer asynchroon zijn uitgewisseld in plaats van het klassieke patroon tussen een service om iets te vragen en iets terug te krijgen. Zie je dat steeds meer systemen en architecturen gebruik maken van asynchrone informatieuitwisseling.
ook is het belang van real-time of near real-time data-uitwisseling en beschikbaarheid ook toegenomen. Dus dit zijn grote trends en ik benoem die omdat ze van belang zijn, omdat ik denk en vind dat het eigenlijk heel logisch is dat we patronen als event sourcing en secrets steeds meer in de praktijk zien en steeds meer toegepast zien worden, omdat ze ook antwoorden geven op deze ontwikkeling en ook invulling geven aan deze ontwikkeling. Nou, een andere bekende mijlpaal in deze tijdlijn is toch wel Greg Young, die in 2010 een aantal zaken heeft opgeschreven in een paper. Het is ook de moeite waard om dat dus goed te lezen. Gaat heel erg in de details over CQRS als patroon. En het lijkt een beetje op CQS, maar het gaat weer een paar stappen verder. Het past ook in de tijdsgeest van 2010 ten opzichte van 1986. En natuurlijk een aantal lichtjaren verderop. Wat zegt CQRS dan? Ik laat hier nog even in dit plaatje zien CQS, dus het scheiden tussen lees- en schrijfmethodes. CQRS borduurt daar eigenlijk op voort. Wat Greg Young onder andere eigenlijk zegt in zijn paper ook is dat het niet alleen gaat om het scheiden tussen lees- en schrijfmethodes, maar dat je daar ook modelmatig onderscheid in zou moeten maken. Dus niet alleen functioneel, maar ook qua modellen. Maar ook, hij gaat daar nog verder in, dat alle paden binnen de applicatie of zelfs in de architectuur eigenlijk gescheiden zouden moeten worden. Dus hij maakt het patroon nog groter en trekt het nog verder in ook de paden binnen de applicatie. En zelfs ook, en dat is overigens een keuze als het gaat om gedistribueerde systemen, zou je al deze zaken helemaal los van elkaar moeten en kunnen zien. Dus hij schetst een patroon wat meer op een architectuurniveau ook onderscheid maakt tussen lezen en schrijven. Dus uiteindelijk betekent dat, en daar komen we weer langzaam bij event sourcing als methode, dat de state eigenlijk in essentie alleen maar veranderd wordt door de write commands of de write modellen. En de leesmodellen die passen gewoon niks aan. En dat patroon is weer van belang voor event sourcing. Dus laten we vooral ook teruggaan naar event sourcing, de titel van de presentatie. Voor de mensen die het nog niet kennen of ervan gehoord hebben, een hele korte uitleg. En dat kan ook eigenlijk heel simpel, want de basis is een simpel concept, vind ik zelf. Komt er eigenlijk op neer dat alle status updates aan een systeem, die sla je op als een los event. Dus het woord event is hier van belang. Nou, een veelgebruikt voorbeeld hierbij is, stel je bent een bank en je wil bijhouden hoeveel saldo mensen op hun bankrekening hebben. Wat je zou kunnen doen is dat bijhouden in een soort tabel, waarin je eigenlijk continu de status of de account of het banksaldo aanpast. Dus je leest het banksaldo uit, je past dat aan in een soort update. Zo zijn veel klassieke manieren van applicaties en dataverwerking opgebouwd. Wat event sourcing zegt is eigenlijk, je hebt een soort nulstatus, dus je begint misschien met 0 euro. En eigenlijk alle mutaties daarboven, dus als je geld voor je rekening haalt of iets erbij krijgt, die sla je op als losse update, oftewel als losse event. Dus je krijgt eigenlijk een log van alle transacties daarbovenop. En als je het saldo wil weten, wat je dan eigenlijk moet doen is het opnieuw afspelen van alle mutaties, dus alle veranderingen in de state. En dat resulteert uiteindelijk in je huidige saldo. Maar stelt je bijvoorbeeld ook in staat om vast te stellen hoeveel saldo had ik in maart van 2020 bijvoorbeeld. Of het laat je natuurlijk ook heel eenvoudig de geschiedenis zien van alle mutaties. Nou, dit patroon heeft een aantal belangrijke voordelen, maar ook een nadeel. Het grote voordeel van event sourcing, dat zie je hier heel duidelijk, is je hebt een log van alle gebeurtenissen en alle mutaties en alle aanpassingen. Dus dat zorgt ervoor dat je heel helder kunt zien wat is wanneer in de tijd gebeurt. Want wat gebruikelijk is, dat je het ook iedere event voorziet van bijvoorbeeld een timestamp, in ieder geval een volgordelijkheid. En dat zorgt ervoor dat in omgevingen waar het belangrijk is om dingen terug te kunnen halen, denk bijvoorbeeld aan banken die altijd moeten kunnen laten zien wat is wanneer gebeurt, dat heel eenvoudig is eigenlijk. Dus een groot voordeel. Een ander groot voordeel is dat in een simpele opzet van event sourcing het eigenlijk heel makkelijk is om dingen toe te voegen. Want je hoeft niet, zoals in de linkerkant,
iets op te zoeken, dan aan te passen. En dat zijn meerdere bewerkingen eigenlijk al. Maar je kunt in feite gewoon append only iets toevoegen aan een log. Dus dat is qua complexiteit eenvoudiger. Maar het zorgt ook voor dat dingen veel schaalbaarder te maken zijn. Omdat je eigenlijk alleen maar regeltjes hoeft toe te voegen. Dus dat kan ook veel makkelijker asynchroon. Vanaf meerdere kanten kun je dingen tegelijk toevoegen. Omdat ze niet direct iets een betekenis hebben om uitgelezen te worden. En een ander voordeel is dat je ook, hè, als je met meerdere eventlogs te maken hebt, dat je veel natuurlijker gebruik kunt maken van sharding, dus het opdelen van informatie in natuurlijk logische combinaties. Dus dat is ook op een systeemarchitectuurniveau veel makkelijker toe te passen. En draagt daarbij bij aan schaalbaarheid en performance. Van een heel andere orde, maar net zo belangrijk, en dat is ook de ervaring die wij vanuit Luminous hebben met onze producten, is dat de manier van event sourcing, maar ook de neefjes ervan meer vanuit domeinen en events denken. Door dat te doen, ga je zaken veel meer modelleren zoals ze in de werkelijke omgeving plaatsvinden. Iets als een mutatie, dat ga je ook als een event verwoorden en misschien ook wel uitprogrammeren als een ik neem geld op of er is een transactie. Dus je gebruikt vaak in de praktijk ook de woorden en de betekenissen zoals ze in het echte leven plaatsvinden. En dat heeft hele grote voordelen als het gaat om begrijpelijkheid, maar ook praten met domeinexperts of het modelleren van de werkelijkheid. Dus je ziet dat op informatie- en kennisniveau dat er soms een kloof is. En die maak je eigenlijk kleiner door ook events en de semantische kant van events daarvoor in te zetten. En dat biedt gewoon grote voordelen, is onze ervaring erbij. Nou, is dit dan de oplossing voor alles? Nee, geen één patroon is perfect, denk ik. Dus ook event sourcing heeft toch een aantal nadelen, waarbij overigens weer oplossingen zijn. Daar zal Sander ook nog iets meer over vertellen. Nou, je kunt je voorstellen dat als je alle mutaties van de states gaat wegschrijven, dat als je iets wil gaan opzoeken, bijvoorbeeld zo'n banksaldo, dat kost iets meer tijd. Want je zult door je hele log of een deel van de log heen moeten om dat vast te kunnen stellen. De read performance is mogelijk wat lager. Dus dat is belangrijk om daar goed over na te denken in je opzet van je architectuur. Hoe je ziet dat er in de praktijk eruit als je event sourcing en als mechanisme gaat combineren met CQRS. Nou, in de meest simpele opzet ga je dan events wegschrijven, bijvoorbeeld vanuit een white service, in iets wat je in de praktijk vaak of een journal of een event store noemt. Er zijn meerdere woorden en termen in omloop. Dus je gaat je events wegschrijven en je gaat ze vanuit een andere service of iets anders, een methode of service, weer lezen. En die scheiding, dat volgt het CQRS-patroon. En wat je doet is events wegschrijven in de journal. Dat is het meest simpele voorbeeld. Als je dat wat uitgebreider maakt, dan kan het er bijvoorbeeld zo uitzien. Hier zie je ook veel beter de voordelen die je ziet op het vlak van schaalbaarheid. Dus je kunt meerdere services hebben die iets wegschrijven in hetzelfde journal. Dus dat kun je aan zich opschalen. En dat kan ook parallel en asynchroon prima werken. Je zou, dat zie je een beetje aan de onderkant, een soort store kunnen maken waarin je gegevens wegschrijft. En die zou je kunnen dupliceren naar meer iets wat je operationeel inzet om daar bijvoorbeeld dingen uit te lezen. Stel je hebt een applicatie die heel vaak dingen moet uitlezen. Dan zou je een afgeleide store kunnen maken, een duplicaat, waar je de informatie uitleest. Noem het een operational data store bijvoorbeeld. Dan kunnen ook meerdere services tegelijk uitlezen. Maar je zou bijvoorbeeld ook, stel je, de analysekant is belangrijker, dat je meer voor OLAP applicaties iets wil maken. Dan zou je daar ook prima weer een nieuwe afgeleide van kunnen maken, die getuned en geoptimaliseerd is voor de toepassing van analytics. Dus zo kun je een architectuur eigenlijk behoorlijk schaalbaar maken en ook grote volumes, veel asynchrone handelingen in laten zetten. En dit zien we ook in de praktijk gewoon uitstekend werken bij ook grootschalige applicaties en architecturen. Nou, domeinen, en Sander zal zo nog iets verder ingaan ook op domain-driven design. Dat is ook een principe wat je veel tegenkomt. Toch wel belangrijk om daarbij ook te zeggen dat, brengt nog andere voordelen met zich mee. Wat je eigenlijk kunt stellen is dat
Steeds meer applicaties zie je dat de voorkant van de applicatie of de toepassing van het domein of het kanaal, het kan een app of een website of iets anders zijn, de technologieën die veranderen gewoon door de tijd. Wat je steeds vaker ziet is dat organisaties de kern en hun data gewoon over lange termijn vasthouden en dat daarmee de waarde ontstaat van data. Dus het gaat ook over longevity, dus de langdurigheid van je data, die zal eigenlijk de applicatie overleven. Dus applicaties veranderen, technologieën veranderen, frameworks veranderen, maar de data die blijft. En event sourcing, maar ook CQRS als patronen, die geven daar een invulling in, omdat je events zullen in de praktijk minder vaak veranderen. En ook de opslag van data, die wil je echt voor de lange termijn doen. Dus dat is een ander perspectief ook weer, wat we ook in de praktijk steeds vaker zien, dat de organisaties hun data over lange termijn echt goed gestructureerd willen opslaan, zodat ze daar weer nieuwe voordelen uit halen, ook over lange termijn. Kort samengevat van, wanneer zou je het nou wel en niet moeten gebruiken? Je kunt er heel lang op ingaan, maar ik denk dat de kern is dat als je te maken hebt met domeinen waar je ontzettend veel transacties tegenkomt en wat transacties, dus oftewel OLTP, dat de kern is, dan denk ik dat event sourcing in combinatie met CQRS een heel fijn patroon is om je architectuur schaalbaar te maken en invulling te geven aan die domeinprincipes. Maar ook in toepassingen waar gedistribueerde systemen en architecturen van belang zijn, daar passen deze patronen heel erg goed bij. Ook omdat je ze los kunt opzetten, autonoom en asynchroon kunt laten werken. Daar past dit heel goed in. Ook overigens, daar ga ik nu verder niet op in. Toepassing van microservices, die toepassing die past hier heel goed bij. Wanneer zou je het dan toch even over na moeten denken? Als je bijvoorbeeld eventual consistency, als dat geen optie is. En er zijn toepassingen waar alles altijd real-time 100% de state moet kloppen met wat je zoekt. Hè? Daar zijn toepassingen voor. Door de opzet en ook het CQRS-principe ga je dat heel lastig krijgen met event sourcing. Dan moet je daar ook weer allerlei manieren voor vinden om dat te gaan doen. Als dat een must is, dan is dit misschien niet het beste patroon om in te zetten. Dus ik denk dat dit de kern is en op basis hiervan zou je kunnen kijken naar de toepassingen wat daar de beste keuze in is. Ik geef het woord even door aan Xander. Die zal iets meer vertellen over wat het in de praktijk verder betekent. Dankjewel, Martin. Kijk naar de praktijk, zie je eigenlijk twee stromingen. En dat heeft eigenlijk alles te maken met het onderscheid tussen OLAP en OLTP-toepassingen. Hier in de tijdlijn zie je ook een aantal nieuwe trends en die staan dan vanaf 2013. En dan doe ik op de Lambda-architectuur, de Kappa-architectuur en bijvoorbeeld de productie van Amazon Kinesis als streaming en queuing framework. En waarom ik dit aardig is om te benoemen is omdat dit technologieën zijn die toch al een grote mate van overeenkomst vertonen met datgene wat je met event sourcing doet. Hè? Namelijk op basis van een stream aan events je data opslaan en daaruit state calculeren. Maar er zitten ook wel grote verschillen tussen en daar kom ik zo meteen even op. Als we het over event sourcing hebben, dan wordt dat eigenlijk wel nagenoeg altijd in één woord genoemd met domain-driven design. En we gaan straks naar een aantal implementaties kijken van event sourcing platforms en frameworks. En wat je daar ook ziet is dat de terminologie die ook binnen dat soort worden eigenlijk direct uit domain-driven design komen. Wat is domain-driven design dan? Dat is eigenlijk een ontwerpbenadering die je helpt om het probleem wat je probeert op te lossen op te knippen en het daarbij een gelaagdheid aan te brengen en je helpt een taal te formuleren om de afstand tussen je domein en met name de implementatie kleiner te maken.
Het werkt met name erg goed wanneer je het hebt over sterk complexe domeinen. Hoe doet domain-driven design dat dan? Dat domain-driven design biedt zelf eigenlijk een taal waarin je dat doet. Hè? Dus het is een vocabulaire waarin je je domein en je oplossing eigenlijk beschrijft. Waarom is dat hier belangrijk? Is omdat precies dit vocabulaire is wat je straks terug gaat zien binnen event sourcing toepassing. En dan eigenlijk in het bijzonder het concept van de aggregates. En ik heb, voor de snelle lezer, die heeft denk ik rechts al gezien wat het inhoudt. En Martin Fowler heeft dat op zijn site netjes beschreven. En aggregate komt eigenlijk neer op een soort van root entiteit, wat tevens je eenheid van transactie is. Waaromheen je applicatie modelleert. Dus die aggregates zijn belangrijk. En dat is eigenlijk het enige wat je nu uit dit plaatje zou moeten onthouden. Dus zie aggregates voor de eenvoud maar even als een entiteit. Als je dan kijkt naar event sourcing en het modelleren aan de hand van aggregates, dan zit er eigenlijk een heel groot verschil met wat ik dan maar even traditionele stream processing zou willen noemen. En dat is precies wat je met die architecturen die ik net benoemde typisch doet. Hè? Dus met een Lambda of een Kappa architectuur verwerk je grote hoeveelheden events en maak je daar projecties op of je doet er analyses op. Wanneer je het over event sourcing hebt, dan heb je ook te maken met event streams. Maar het grote verschil is dat je daar eigenlijk een stream per aggregate hebt. Dus stel, ik maak een applicatie voor het onderwijs en ik heb 1 miljoen leerlingen. Dat betekent dat ik 1 miljoen aggregate streams heb, conceptueel. Die ik individueel moet kunnen langslopen, maar waar ik ook over wil moeten kunnen aggregeren. Individueel om transacties te kunnen doen. Omdat je dan de aggregate state opnieuw zou moeten opbouwen. En het aggregeren omdat je typisch in applicaties overzichten, maar ook analyses en rapporten wilt kunnen maken. De aggregate is maar een klein blokje in het event sourcing plaatje. Dus ik heb gepoogd een plaatje te maken met wat zijn nou de kernelementen binnen een DDD event sourced toepassing. Aan de ene kant heb je het spelletje tussen een command handler en een aggregate. Command handlers kom ik zo nog even iets dieper op terug. Centraal staat uiteraard een event journal en dat is je opslag voor uiteindelijk waar je events in terechtkomen. En naast de event journal zie je dan vaak een of meerdere projectors en dat zijn procesjes die op basis van streams die ze uit de event journal halen overzichten proberen te genereren. En die overzichten die sla je dan in de regel op in een bepaalde database, wat hier dan een materialized view store heet. Zowel die event journal als die materialized view, dat gaat over data. En Martin die noemde het net al, het is belangrijk dat wanneer je de gedachte omarmt dat je applicatie minder lang leeft dan uiteindelijk de events die je met die applicatie hebt opgeslagen, dan heb je in de toekomst nog wel behoefte aan het terug kunnen vinden van de betekenis van de events zoals je ze hebt opgeslagen. Dus wat betekent nou eigenlijk de inhoud van het event? En in de regel zou je dat het beste kunnen beschrijven met een schema. En daarom staat hier in deze plaat ook een schema repository, omdat je een plek nodig hebt om die op te slaan. Even terug naar de commands. Dus events, dat is denk ik wel duidelijk. Hè? Dus dat zijn onweerlegbare gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Sla je op. Maar om tot zo'n gebeurtenis te komen, gaat daar meestal een actie aan vooraf. En dat is wat we een command noemen. En in de benaming zie je daar ook een duidelijk verschil. Hè? Dus een command wordt meestal benoemd in de gebiedende wijs, waarbij een event benoemd wordt in de voltooid verleden tijd.
Een command drukt een intent uit en dat wil zeggen dat is iets waarvan je wilt dat het gaat gebeuren. Maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat dat ook gaat gebeuren. Er kan van alles aan de hand zijn. Ik heb hier het voorbeeld van een simpel voorbeeld van een lichtknopje. Ja, de lamp kon wel stuk zijn of de lichtknop kan het niet doen. Of, er kan van alles aan de hand zijn waardoor toch dat licht niet aangaat. En als het command wel slaagt, dan resulteert dat dan ook daadwerkelijk in het wegschrijven van een event. Dan is er ook daadwerkelijk iets gebeurd. Nou, waarom wil je die commands nou eigenlijk typisch, hè, in een applicatie? En dat is met name om je de integriteit van je domein te kunnen waarborgen. Dit spelletje tussen commands en aggregates is eigenlijk verantwoordelijk voor wat we invariant checking noemen. En dat betekent het bewaken van de constraints die van toepassing zijn op je aggregate, zodat die niet in een invalide staat kan geraken. Wat je ook vaak ziet, en in de definitie van FaulaNet stond dat al, hè? Dus in principe zijn aggregates zijn je eenheid van transactie. Dat betekent ook dat je op aggregate niveau wilt waarborgen dat je bijvoorbeeld geen lost updates krijgt. Dus als twee mensen tegelijk op één aggregate zitten te werken, dan wil je niet dat de een de status van de ander overschrijft. Dus wat je vaak terugziet is dat je in een command handler pattern iets van een opportunistic locking patroon implementeert. Niet zozeer belangrijk voor commands, maar wel voor event sources. Eén is natuurlijk volgorde. Hè, daar waar je bij traditionele stream processing, laat ik het maar even noemen, daar zie je veel MapReduce-achtige patronen, hè, zodat je de verwerking van de stream kunt paralleliseren en daardoor sneller analyses kunt doen. Bij event sourcing is dat nog zo eenvoudig niet, met name omdat events gebeurtenissen in de tijd reflecteren. En je kunt bijvoorbeeld nou eenmaal niet trouwen voordat je geboren bent. Dus is het belangrijk dat je dat in volgorde afspeelt. Hoe ziet het hele plaatje er zo'n beetje uit? Hè? Dus event sourcing binnen een domain-driven design context. Dat lijkt wel erg op de CQS of CQRS plaatjes zoals Martin die net heeft laten zien. Maar die zijn dan bovenin de interactie tussen de command handler en het domain model, waarbij je het domain model als een verzameling aggregates kunt zien. Dan wil ik iets dieper ingaan op hoe ziet het command handler patroon er nou eigenlijk uit. Dus ik heb daar een sequence diagram voor getekend. En dit weerspiegelt wat er gebeurt op het moment dat je een mutatie probeert door te voeren binnen een event sourced applicatie. Dus enerzijds heb je een actor en een actor die triggert een bepaald commando. Die wil dat er iets gaat gebeuren. Dus die zet die vraag door naar een command handler. En een command handler is een software component dat bedoeld is om dat specifieke command af te handelen. De command handler zal dan als eerste proberen de aggregate te instantiëren waar het commando over gaat. En omdat de event journal de authentieke bron is van de data die onder die aggregate ligt, zal de command handler die aggregate instantiëren met alle in het verleden weggeschreven events voor die aggregate. En wat je daarmee kunt doen, en dat zie je hier in init from events, daarin kun je de huidige staat van de aggregate reconstrueren. En waarom heb je die nodig? Die heb je nodig om de invariant checking te kunnen doen. Hè? Dus wil je zeker weten dat het command wat je probeert uit te voeren geen constraints schendt, dan heb je de huidige bekende state van die aggregate nodig. Wat er dan gebeurt is, dan probeer je vanuit die command handler daadwerkelijk de actie door te voeren. En dat leidt dan potentieel tot een aantal nieuwe events. Dat kan goed gaan en dat kan ook fout gaan. Hè? Dus het kan als gevolg hebben dat de actor een fout terugkrijgt en zegt, het command wat je probeert uit te voeren leidt tot een invalide status. En wanneer het goed gaat, dan krijg je wat we de pending events noemen. Hè? Dus dat zijn de events die voorgenomen zijn om weg te schrijven. En als laatste stap schrijven die dan weg in de journal.
En wat je daar vaak ziet, en dat is in ieder geval ook wat we zelf doen, daar maken we gebruik van een optimistic locking patroon. En dat werkt zo dat op het moment dat die actor het command aanbiedt aan de command handler, dan geeft hij mee wat volgens die actor de voor de actor bekende versie is van de aggregate waar hij op dat moment naar keek. En op het moment dat je bij het wegschrijven controleert of de aggregate op dat moment nog in die versie verkeert, dan kun je ervoor zorgen dat je geen updates van een ander overschrijft. En dit is natuurlijk niet zoals in een traditionele database dat je dan die gegevens ook kwijt zou zijn, maar het zou kunnen zijn dat je indien je je domein en met name de constraints rondom welke events in welke volgorde mogen komen, je meer events wegschrijft dan je eigenlijk had gewild als je dat soort controles niet doet. En daarom staat er ook can fail due to version conflict. En uiteindelijk krijg je een command result terug. En in de regel bevat dat eigenlijk iets van een sequence nummer dat weergeeft waar die aggregate op dat moment terechtgekomen is. Dus dat is in het kort het command handler patroon. En ik zal straks aan de hand van een aantal implementaties ook laten zien hoe dat in de praktijk gebruikt wordt. Nog even iets over event data en longevity. We hadden net al kort aangeraakt dat het zeer waarschijnlijk is dat je events de levensduur van je applicatie gaan overstijgen. Dat biedt wel een aantal uitdagingen. De wereld staat tenslotte ook niet stil. Wat je zult zien is, met name over de levensduur van een of meerdere applicaties, dat je de behoefte krijgt om nieuwere versies van events te maken. En dat kan komen door nieuwe business requirements, maar wat je ook vaak ziet is dat komt door dingen die vanuit externe invloeden veranderen. Hè, dus ik pak normaal gesproken altijd het voorbeeld van de persoonsgegevens. Je kent de afgelopen jaren dingen als een IBAN of iets verder terug hadden we de operatie Decibel. Dus dan zijn er gegevens die in je event eigenlijk of een ander formaat of een andere conventie krijgen. Dus, en daar moet je dan wat mee. Daar wordt in de regel bijvoorbeeld een Axon, een upcasting mechanisme wordt daarvoor gebruikt. En wat je dan eigenlijk doet is, omdat je event journal je authentieke bron is, wil je daar eigenlijk nooit aan zitten. Hè? Dus een event eenmaal weggeschreven, blijft weggeschreven. Dan heb je een mechanisme nodig dat je in staat stelt om op het moment dat je de events terugleest, ze eigenlijk te converteren naar voor jou laatste bekende schema van een event. En waarom wil je dat? Is omdat je typisch in je applicatiecode niet overal daar waar je de events leest rekening wilt houden met de verschillende soorten versies van events die je in het verleden hebt opgeslagen. Dat is het mechanisme, wordt upcasting genoemd. Wij noemen het ook wel schema of resource resolution. En dat is precies dat mechanisme dat ervoor zorgt dat je een event naar een nieuwe versie kunt transformeren. En dat doe je in de regel transparant, zodat de aanroeper, dus de gebruiker die vanuit de journal leest, daar niks van merkt. Ik zit er nog mooie animaties achter. Dan even iets over schaalbaarheid. Inherent zijn events natuurlijk een prachtig mechanisme om schaalbaarheid te bereiken. En waarom is dat? Omdat ze immutable zijn. Je slaat voldongen feiten op. En het aardige van voldongen feiten is dat ze nooit meer zullen veranderen. Dat betekent dat op het moment dat je behoefte hebt aan het schalen van het lezen van events. En dat zul je typisch zien wanneer je projecties wilt maken. Dan kun je zo'n event journal eigenlijk ongestraft en ongelimiteerd repliceren. Je hebt dat bekende grapje in computer science, heb je drie moeilijke problemen. In dit geval hoef je dan geen zorgen te maken over caching validatie. Op het moment dat je kiest voor replicatie alleen maar events bijkomen. Dus dat mechanisme is vrij eenvoudig te implementeren. En aan de leeskant
is, nou ja, dat hele, het hele CQS of CQRS verhaal is er al opgestoeld om zo snel mogelijk te kunnen lezen ook. Hè, omdat je niet meer een balans hoeft te zoeken in optimaliseren van je schrijf- en je leesmodel. Wat je als voordeel biedt, dat je voor die leeskant er ook voor kunt kiezen om die opslagsoort te gebruiken die het beste past bij de vraag die je hebt. Hè. Dus zeker de laatste 10, 15 jaar zijn er naast de relationele databases natuurlijk een boel andere smaken bijgekomen die eigenlijk allemaal een bepaald ding heel erg goed doen. Ja, dus sommige data past nou eenmaal beter in een graph database of in een key value. Nou, wij maken zelf ook veel gebruik van document stores, omdat we veel met gestructureerde data van doen hebben. Maar het is met name die keuzevrijheid die die je in staat stelt om je applicatie heel sterk te optimaliseren. Is het dan allemaal mooi weer? Nee, natuurlijk niet. Hè? Dus er zijn ook wat uitdagingen. Schaalbaarheid is een interessant vraagstuk. Met name op het gebied van zo'n event journal dat maar door blijft groeien. Hè? Dus omdat je alle state veranderingen opslaat als nieuwe events, gooi je uit zo'n journal in principe nooit wat weg. Dus dat betekent dat hij tot in het einde der tijden zal blijven groeien. Je kunt je voorstellen dat met name als aggregates heel erg groot worden, het langer kan gaan duren voordat je een command kunt verwerken. En als een journal in zijn geheel heel groot wordt, dan kun je tegen uitdagingen aanlopen in de hoek van het maken van projection rebuilds. Dus dat is eigenlijk het opnieuw uitrekenen van je view op basis van een event stream en die dan opnieuw opslaan. Want dat betekent dat je op het moment dat je zo'n herbouw doet, vanaf nul begint te lezen in de journal. Nou, als je een paar miljard events hebt, dan kan dat wel even duren. En een laatste uitdaging is, hoe houd ik mijn projecties zo up-to-date mogelijk? Hè? Dus aan de ene kant hebben we de uitdaging van eventual consistency. En dat is niet zozeer een uitdaging, maar meer iets waar je mee hebt te dealen. Nou, er zijn mechanismen voor om daarmee om te gaan. Maar je wilt ook niet dat het window tussen het uitvoeren van een command en het bijwerken van je projectie dusdanig lang duurt dat je de gebruiker er echt op moet gaan laten zitten wachten. Dus je wilt dat die verwerking toch wel binnen een acceptabele tijd plaatsvindt. Nou, er zijn een aantal mechanismen die je daarvoor kunt gebruiken. Nou, met name voor sterk groeiende journals en aggregates is snapshotting is een veelgebruikt patroon. En wat je dan eigenlijk doet is dat je ervoor kiest om toch de state tot een bepaald moment in tijd, en ja, zo'n interval moet je zelf kiezen, op te slaan en dat te gebruiken als startpunt bij of het berekenen van je aggregate state of bij het opnieuw uitrekenen van je projectie. Ja, dus projecties die zul je in de regel opnieuw willen uitrekenen op het moment dat je bijvoorbeeld ergens een fout tegenkomt. En dan kan het praktisch zijn om een snapshot te gebruiken van een moment waarop jij wist dat je die fout nog niet in je code had geïntroduceerd. Andere schaalbaarheidsmaatregelen, partitionering. Het aardige van event sourcing is dat, omdat het zo sterk domein gedreven is, je prima in staat bent om ook logisch te partitioneren. Ja, dus wat we zelf bijvoorbeeld doen is wanneer we multi-tenant gebaseerde applicaties hebben, dat we bijvoorbeeld een journal per tenant maken. Dat maakt het op het moment dat je afscheid moet nemen van zo'n journal ook een stuk makkelijker om gegarandeerd die data weer uit je systeem te verwijderen. Voor wat betreft het tijdig kunnen bijwerken van je projecties, met name wanneer je het over live events hebt, dus niet zozeer over projection rebuilds, dan kun je denken aan prioriteringsmechanismen. Hè, om te zorgen dat projecties die bij moeten lopen met een huidige stream events, dat je die een hogere prioriteit geeft dan projecties die in een herbouwtraject zitten.
Nou, wat daarnaast ontzettend belangrijk is gebleken, is wat hier staat als numbers tell the tale. Nou, in het Nederlands is dat meten is weten. Zorg er vooral voor dat je goed inzicht hebt in wat er gaande is in je event source applicatie. En dan met name zien we dat terug in projecties, hè, het opbouwen van projecties en de logica die daarvoor geïmplementeerd wordt. Kijk, als die logica niet heel optimaal in elkaar zit, dan duurt het gewoon per event lang voordat zo'n projectie opgebouwd wordt. Dus dan wil je graag dat of het platform of het framework of wat je zelf maakt, je informeert over de prestaties van projecties. En, zodat je een inzicht hebt hoe lang het bijvoorbeeld gemiddeld of op zo'n langs duurt voordat één event door zo'n projectie verwerkt wordt. En als laatste, kijk, techniek lost niet alles op. Hè? Dus namelijk als je te maken hebt met het evalueren van je applicatie, dan is het belangrijk dat je je updates goed plant. En wat bedoel ik daarmee is op het moment dat je bijvoorbeeld besluit een nieuwe functionaliteit te introduceren, waarvan je al op voorhand weet dat je daar een nieuwe projectie voor gaat maken. Deploy dan bijvoorbeeld die projectie eerst en laat die meelopen, zodat die de gelegenheid krijgt om zich helemaal op te bouwen voordat je daadwerkelijk de applicatiefunctionaliteit die daar uit gaat lezen deployt. En zo kun je dat doen zonder dat de rest van je systeem daar last van heeft. Nou, tot zover iets over schaalbaarheidsuitdagingen. Nou, dan is natuurlijk de vraag, als je hiermee aan de slag gaat, wat doe je dan? Hè? Ga je het zelf maken of pak je een framework van de plank of koop je een oplossing? Dat zijn niet allemaal dingen die per se gekocht hoeven worden. De meeste implementaties hebben ook wel een community variant. Helaas kennen die dan wel vaak wat beperkingen. En wat ik nu eigenlijk wilde doen is een aantal voorbeelden doorlopen. En dan met name van Axon, Information Grid, Event Store en Serialized. Om even kort uit te leggen wat het inhoudt en wat je ervan kunt verwachten op het moment dat je ermee aan de slag gaat. Dus ik ga even wisselen naar mijn browser of naar mijn IDE en dan begin ik even met Axon. Axon is een Spring gebaseerd event sourcing framework. Ik heb daar hier in IntelliJ een demo applicatie van gemaakt, heel eenvoudig. Wat ik gedaan heb is, ik heb een fietsenverhuur gemodelleerd. En wat je hier eigenlijk al meteen ziet, is dat je de bekende termen vanuit een event sourcing domein terugziet. Hè? Dus commands, events, projecties. En laten we eens beginnen met de aggregate. Hè? Dus dit is wat uit het domain modeling van domain-driven design komt. Dus ik heb hier een aggregate gemaakt voor een bike rental, voor een fietsenverhuur. En wat je in Axon dan doet, is je kunt met annotaties kun je binnen zo'n aggregate aangeven wat de verantwoordelijkheden zijn. Dus de command handlers die definieer je hier in de aggregate. En als tegenhanger daarvan heb je de event sourcing handlers. En die event sourcing handlers die worden eigenlijk gebruikt voor het opbouwen van de state van die aggregate. He, dus op het moment dat de command handler wat met die aggregate gaat doen, dan zal het framework ervoor zorgen dat zo'n bike rental object geïnstantieerd wordt en de in het verleden al weggeschreven events langs de event sourcing handlers getrokken worden. En daarmee wordt de huidige state, de huidige bekende state opgebouwd, op basis waarvan binnen een command handler dan controles gedaan worden. En indien dat slaagt, wordt er een nieuw event toegevoegd. Dus op zich is dat overzichtelijk. Het is allemaal in Java-code. Ik heb daar als voorbeeld dan een Swagger UI even opgemaakt, zodat je een idee hebt hoe je dat vanuit je frontend dan zou doen. Dus ik heb hier, ik ga ze even iets inklappen. Een aantal endpoints gemaakt voor de commands die je zou willen doen. Dus ik heb
Ik kan hier zeggen request rental. En dan zeg ik doe mij een fiets. En heel veel gegevens zitten niet in. Maar dan voert hij hier het request rental command uit. En ik krijg een oké terug. Als ik nou diezelfde fiets zou willen betalen. Dan roep ik het pay rental command aan. Dat kan ik hier ook proberen. En dan probeer ik te weinig te betalen. En dan zul je zien dat ik een foutmelding terugkrijg. Hè? Amount paid is insufficient. Dat is de command event kant van de zaak. Dan heb je ook nog een projectie. Ik heb een hele eenvoudige projectie hier gemaakt. Dat is namelijk eentje die een rental overview maakt. En die houdt eigenlijk gewoon het lijstje met verhuurde fietsen bij. En dat doe je eigenlijk ook middels event handlers. Hè? Dus je abonneert je op de events. En op basis van ieder event bepaal je wat voor consequentie dat heeft voor je projectie. Die kan ik hier in het frontend, ook het rest endpoint van aanroepen. En dan zie je hier dat die fiets 51, die wordt hier dan uit de projectie gelezen. Hè, dus op het moment dat er events binnenkomen in een applicatie, wordt die ook meteen verwerkt. Hè. Daar hoef je verder geen actie voor te ondernemen. Nou, dat is in het kort hoe Axon dat doet. Dan even een klein stapje naar Information Grid. Information Grid is het data as a service platform wat we zelf ontwikkelen. Dat is heel erg gestoeld op schema's. En daar waar ik al zei dat het belangrijk is om een formele definitie van je gegevens te behouden, ook buiten je applicatie lifecycle, hebben we dat hier een plaats gegeven in wat we noemen een schema repository. Wat ik daar gedaan heb is bijvoorbeeld het schema voor een verhuurverzoek modelleren. Er komt van alles in terug. Hè? Dus wat zijn de geldige waarden? Constraints. Hè? Dus, hier staat de duration moet minimaal 1 zijn. Je kunt het ook aankleden met toelichting. Hè? Zodat als je het later nog eens terugleest, dat je nog een iets uitgebreidere toelichting hebt op wat het betekende. Die events kun je hier kwijt in een ook in een event journal, daar kun je daar nog in kijken. En dan kun je ook nog precies zien wat voor data daar bij gepaard geweest is. Die journal die kun je aanroepen via REST interfaces en projecties. Die maak je eigenlijk met behulp van een DSL. Waarbij je binnen een dergelijke DSL eigenlijk abonneert op events van een bepaalde aggregate. En op basis daarvan dus ook state wijzigingen kunt doorvoeren. In dit geval in een document store. Dus we ondersteunen hier ook een polyglot benadering. Hè. Dus je mag of je hebt een aantal opties wat je als projectie backend wilt gebruiken. Typisch worden daar als meeste Elasticsearch een document store of in sommige gevallen zelfs een graph database voor gebruikt. Dan even naar een volgende, dat is Event Store. Het grappige van Event Store is dat is ooit door Greg Jong begonnen. En dat is echt gewoon een event database. Ze zijn ook bezig met een hosted variant waar je al op kunt geven voor een preview. De interactie gaat eigenlijk vanuit je applicatie volledig met de REST API. Hij is schemaloos, hè, dus je hoeft van tevoren niet aan te geven wat voor events je wilt kunnen gaan opslaan, nog wat de structuur ervoor is. Maar ja, ik ben daar niet zo heel enthousiast over, omdat ik sterk hecht aan een formele beschrijving, zodat je achteraf nog weet wat erin zat. En ze bieden projectiefunctionaliteit. En ik zal daar even een klein voorbeeldje van laten zien. Dus ik heb hier een rental fees projectie en je kunt daar met een JavaScript functie kun je uitdrukken hoe die projectie eruit moet zien en wat voor operaties die moet loslaten op die event stream. Dus dit is eigenlijk ook initialisatie en daarna het abonneren op events en op basis daarvan de state aanpassen.
Nou, dat is in het heel kort Get Event Store. Nou, je kunt het makkelijk uitproberen. Je kunt een Docker image downloaden of met Docker Compose en dan kun je er al vlot mee aan de gang. Als laatste nog een hosted service. Nou, Serialized is dat. En je ziet daar eigenlijk, serialized.io, je ziet daar eigenlijk dezelfde concepten weer terug. Het grote verschil is dat alle configuratie in Serialized doe je met REST APIs. Dus zo ook het maken van een projectie. Ik heb hier een voorbeeld. Dan hebben ze daar ook een eigen taaltje voor om eigenlijk hetzelfde te bereiken als wat ik net in de andere framework liet zien. Maar echt al het beheer gaat via REST APIs. En je kunt dan vervolgens wel in het dashboard terugzien wat je hebt gemaakt. Dus je kunt hier wel zien dat de projectie er is. En in dit geval, dit is wat de projectie uitgerekend heeft. En je kunt hem ook simuleren hier. Dus op het moment dat je wil weten of die je doet, dan kun je hier zelf test-events invoeren en op basis van die test-events het resultaat te zien krijgen. Ja, dat is hoe Serialized het doet. Het geeft je ook inzicht in de aggregates. Dit is net zo schemaloos eigenlijk als Event Store is. Dus je bent hier ook zelf verantwoordelijk voor het managen van je schema's. Met name om te zorgen dat je, nou, tenminste mijn advies is, zorg ervoor dat je applicatielogica niet nodeloos complex maakt. Met name op het moment dat je dingen wilt veranderen. Dat waren zo wat frameworks in vogelvlucht, zodat je er zelf ook eens mee aan de slag kunt. Dan gaan we nu even terug naar de PowerPoint. Ik zal het even zoeken. Dan kan ik de slides die eigenlijk hetzelfde uitlegden even heel hard langs. Dat is dan niet nodig. Dan nog even iets over de toekomst. Hè. Waar staan we nu? Wat je ziet, domain-driven event sourcing, het is nog steeds een beetje een niche. Dat zie je ook aan de support vanuit de cloud vendors bijvoorbeeld. Hè. Dus die zijn heel erg op pad op het algemene streaminggebied, maar bieden eigenlijk geen cloud-native alternatief voor een event database bijvoorbeeld. Nog voor frameworks voor command handling. Dat wordt dan toch met name nog steeds gezien als een application concern. Hè? Dus daarom zie je bijvoorbeeld een event store daar geen service support voor bieden. Uiteindelijk denk ik, uiteindelijk hangt het gewoon van ons af. Hè? Wij als developers, hoeveel wij hier gebruik van maken in wat voor mate dit een vlucht gaat nemen. Wat ik wel denk is, met name vanuit regelgeving, wet en regelgeving en de eisen die er gesteld worden aan data en het feit dat die steeds strikter worden, het vanuit die invalshoek wel steeds belangrijker wordt om goed traceerbare en auditbare applicaties te bouwen. En daarin is event sourcing natuurlijk wel gewoon vanuit de principes waarmee het opgebouwd is, een hele goede kandidaat. Wil je het zelf ervaren? Je mag je bij ons aanmelden voor een Information Grid demo account. Dan zullen we het opzetten. Dan heb je zelf de gelegenheid ermee te spelen. En mocht het je nou ook ontzettend leuk lijken, wat het ook is, om aan een dergelijk product te werken, dan zijn we nog steeds hartstikke op zoek naar collega's. Dus ben je van harte welkom om eens bij ons op bezoek te komen. En dan rest mij eigenlijk niets anders dan jullie te bedanken voor jullie aandacht. Met name dat jullie de tijd hebben willen besteden tijdens toch net dat ene uurtje lunch wat je hebt op een dag. En wensen Martin en ik jullie nog een hartstikke fijne middag toe. Dankjewel.